Eerder deze week hebben wij Frans Klaas geïnterviewd over het recyclen van oud frituurvet. Jan Linders is een van de punten waar een gele container staat. Dit als inleverpunt van een oud frituurvet. Waarom heeft u hier zo'n gele bak staan? Nou, wij zijn een supermarktorganisatie die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Onder andere hebben wij zo'n bak staan voor het inzamelen van frituurvet. Wat mensen, dus consumenten thuis, als ze frituurpan leegmaken, dat ze in ieder geval niet in het huishoudelijk afval deponeren of in het nog erger in het toilet of weet ik veel waar. Maar dat ze dat netjes inkomen leveren bij ons in de supermarkt. Dan wordt het milieuvriendelijk afgevoerd en weer verwerkt tot andere producten. De bak wordt opgehaald zodra die vol is. Dus als we, dat kan vooral nu de feestdagen weer aankomen, dat kan er enkele keren per week zijn. Dus dat klanten dus hun afval, hun frituurvetafval hier inleveren. Als de bak vol is, dan bellen we en dan komen ze dezelfde dag die bak nog halen. We hebben er twee, eentje in de winkel en één reserve. Iedereen gaat gewoon met van allerlei lekkere dingen klaarmaken thuis. Straks oliebollen pakken. Ja, dan krijg je dus een behoorlijke afvalstroom, ook thuis.